Een gedeelte van de oude stadswal die is blootgelegd bij de werkzaamheden op het Damsterdiep moet volgens stadsarcheoloog Gert Kortekaas behouden worden. Gert Kortekaas gaf vandaag wethouder Karin Dekker een rondleiding en uitleg over het unieke stuk muurwerk. De 4 meter dikke muur moet plaatsmaken voor de aanleg van de parkeergarage. Maar er wordt geprobeerd of een stuk stadswal behouden kan worden. We gaan wel goed nadenken wat we hiervan gaan bewaren en een plekje gaan geven uiteindelijk in de parkeergarage. Wat dat wordt, nou, dat ligt nog in het verschiet, daar moeten we over nadenken. Maar we laten in ieder geval iets zien. Het stuk stadswal wat is blootgelegd verkeert nog in zeer goede staat. Het is wel een bijzonder stukje. Dit zie je niet zo vaak. De overgang tussen stadswal en het muurwerk wat eronder zit. En dan een kanaal wat uit de vestingwal naar voren komt. Dat is de muur die we hier aan de linkerkant zien. Ja, dat kom je niet zo vaak tegen. Dat is voor ons de eerste keer. Hoe oud is het? Het is 17e eeuw, dat metselwerk waar je tegenaan kijkt, buiten het poortje. Dat zal zo rond 1620 zijn. Het poortje zelf, een omlooprioltje, bedoeld om water van gracht naar kanaal te voeren. Dat is uit ongeveer 1820. En dan het metselwerk wat aan de linkerkant zit, dat is voor een belangrijk deel uit de 17e eeuw. Met reparaties uit zeg maar 1810, 1820 ongeveer. Hoe komt het dat het er nog zo mooi uitziet? Nou, er is goed materiaal gebruikt destijds. En de laatste 50 jaar heeft het onder de grond gezeten. Dit stukje ietsje langer, een eeuw ongeveer. En dan gaat het niet kapot. Het weghalen van de restanten van de stadswal is al in volle gang. Hoe er een stuk muur behouden kan worden, is nog onduidelijk. Dat weten we nog niet precies. We moeten even kijken wat er technisch mogelijk is. Of je een plak eruit haalt of iets dergelijks. We moeten kijken waar het in de parkeergarage zou kunnen. Want daar moet ook nog plek voor gemaakt worden. En dat is wat de komende weken als taak ligt.